Kijk je met een ecologische bril naar Indonesië, dan zie je een enorme rijkdom. Want de regenwouden die er nog zijn, barsten van de biodiversiteit. Met name in Sulawesi komen veel plant- en diersoorten voor die nergens anders leven. Kijk je met een economische bril, dan zie je ook rijkdom. Want Indonesië zit op goud. Nikkel is een belangrijke grondstof voor de batterijen waar we op inzetten in de energietransitie. En de grootste nikkelreserves bevinden zich in Sulawesi. Inmiddels is al zo'n 500.000 hectare bos gekapt voor de nikkelwinning en de wereldwijde vraag stijgt explosief. Batterijen vervangen niet alleen onze verbrandingsmotoren, maar ook echt duurzame energie, onze eigen spierkracht. De verwachting is dat nikkel de plaats van palmolie in zal nemen als grootste aanjager van ontbossing in Oost-Indonesië. Het is geen leuke boodschap voor niemand, maar we kunnen niet wegkijken. Met oogkleppen op de energietransitie aanjagen betekent blind zijn voor de vernietiging van nog meer natuur. En als we dat al zouden willen, die luxe hebben we niet, want er is al te veel verloren gegaan. En het komt terug als een boemerang. De moeilijke vraag, waar we niet omheen kunnen, is hoe we de overstap naar hernieuwbare energie eerlijk kunnen maken. Want bij een echt duurzame transitie behouden we ook ons natuurlijk kapitaal. Het groene goud. Het regenwoud. In de eerste plaats betekent dit een circulaire aanpak waarin minder energieverbruik voorop staat. Daarnaast moeten we striktere eisen stellen aan een verantwoorde winning van grondstoffen. Er moeten duidelijke kaders gesteld worden die aangeven waar en hoe mijnbouw plaats mag vinden en waar niet, zodat het niet ten koste gaat van kwetsbare natuur en mensen. En dit is waar het project Bottomline zich voor inzet.